welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een goodiebox unboxing, zoals ik elke maand doe. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, een Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor 20 euro in de maand zo'n prachtige box krijgt met minimaal 5 beauty producten of meer ter waarde van minimaal 65 euro. Dus dat is echt top en elke maand krijg ik de box opgestuurd en unbox ik hem hier op mijn kanaal. Wat ik kan gebruiken breng ik ook gelijk aan en wat ik niet kan gebruiken laat ik gewoon zien. Dus ik laat sowieso alles zien wat erin zit, wat ik ervan vind, hoe het werkt en dat soort dingetjes. Als jij nou nu al wilt abonneren op de box of pas straks, ik heb beneden een linkje staan en dan ga je gewoon gelijk naar de site en dan kun jij je ook abonneren op Goodiebox. Het is slechts 20 euro in de maand en het is maandelijks opzegbaar. Dus het is niet dat je er gewoon gelijk aan vast zit. Je kunt gewoon elke maand opzeggen als je het toch niks vindt. Dat vind ik altijd heel fijn, want als we iets haten is het als je abonneert op iets en er forever aan vast zit. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga vandaag weer alles laten zien wat erin zit. En ik heb stiekem al gespiekt. En er zitten ook een heleboel make-up producten in. En dat maakt mij altijd extra enthousiast. Want er kan altijd echt van alles in zitten. Het is echt een beautybox. Dus het kan make-up zijn, skincare, accessoires, dat soort dingen. Maar ik ben altijd het meest enthousiast over make-up. Maar ik denk dat dat geen verrassing is voor jullie. Dus zijn jullie net zo benieuwd als ik naar alle producten? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Klik ook op het belletje naast abonneren, zodat je een notificatie krijgt wanneer ik mijn video's upload. En dat zijn er 4 in de week, dus een heleboel. En YouTube laat ze niet altijd zien, dus vergeet niet ook op het belletje te klikken. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, I'm excited. Zoals je kunt zien heb ik al een deel van mijn make-up gedaan. Alles wat ik al heb aangebracht zit dus niet in de box. Maar ik heb bijvoorbeeld blush overgeslagen, want ik weet dat er een blush in de box zit. En dan kan ik hem gewoon gelijk gebruiken. Dus ik ben weer lekker hyped up. Ik vind het ook heel mooi zo met die bloemen en zo roze. Elke box heeft dus een andere kleur en dat vind ik heel erg leuk. Dus ja, yeah, let's begin. Dit is dus wat er allemaal in zit. Vroeger zat er ook een boekje in de box waarin alles in stond, wat het is, de prijs en hoe je het kunt gebruiken. Nou, voortaan staat het online, dus je krijgt dan in je mail een linkje en dan staan alle producten daar met de prijs en uitleg en ook met een klein videootje erbij met hoe je het echt gebruikt en dat is wel handig. Ik ga gelijk beginnen met de blush, omdat ik hem wil aanbrengen. Van Bella Pierre Cosmetics hebben we de Mineral Blush. En de winkelwaarde is 19 euro en hij is full size. Ik heb de kleur Amaretto. Ik weet niet of dat iedereen een andere kleur heeft, maar dat is de kleur die ik heb. Een hele mooie roze kleur. Het is dus een losse poeder. Het is geen pressed blush, zoals je misschien gewoon gewend bent. En hij is 19 euro en een full size. Ik heb vaker Bella Pierre producten gebruikt. De liquid oogschaduw die ik nou op heb, is ook van Bella Pierre. Ik vind het best wel een fijn merk. Dus ik ga de blush aanbrengen met een kwast die ook in de box zit. Van Nirei hebben we de Radiant Blush Brush. En de winkelwaarde is 16 euro en we hebben gewoon full size. Hier ben ik heel blij mee, want ik was op zoek naar een goede blush kwast. De kwast die ik nou gebruik voor blush is deze kwast van OPV Beauty. Alleen ik vond hem altijd iets te groot, maar ik kwam er gewoon niet aan toe om een andere blush kwast te regelen. Dus nou heb ik er gewoon eentje gehad in de box. En deze is iets meer klein, dus deze is denk ik iets makkelijker voor blush. Dus deze ga ik voortaan gebruiken. Dit is de nummer 305 van Nirei Radiant Blush Brush. Ik vind het echt heel handig gedaan dat ze en een blush hebben en gelijk ook een blush kwast. Dan heb je gelijk zo'n soort van setje. Oké, omdat het een losse blush is, breng ik een beetje aan in de deksel. De kleur lijkt heel mooi. Een beetje een iets meer donkere, rozige kleur. Oeh, I like it. Niet te heftig. Het blendt ook gewoon goed mee. De kwast is ook heel fijn. Echt zo'n perfecte grootte voor blush. Oeh, I like it. Ik vind het echt top. Wat een mooie blush en een fijne blush kwast ook. Matcht ook prachtig met de look. I love it. Mensen, wat vinden we by the way van mijn oorbellen? Jullie raden nooit waar ik ze heb gehaald. Gewoon bij de Action voor like 1 euro of zo. Echt super cute oorbelletjes. Voordat ik verder ga met de box ga ik ook even een highlightertje aanbrengen. Want ik moest even wachten op blush. Ik breng een highlighter aan van I Heart Revolution. De Heartbreakers highlighter in de kleur Spirited. Hele mooie lichtere achtige highlighter.
By the way, wij hebben nou 6 producten in plaats van 5. Dat was ik vergeten te vertellen. Het volgende is skincare. Van Marie Stella Marie heb ik number 92 op Jet de Amsterdam Hand & Body Lotion. De winkelwaarde is 29 euro voor 300 ml. Dit is dus een hand- en een body lotion. Er staat 29 euro voor 300 ml. Wij hebben 80 ml. Dus wel iets minder, maar hij is nog wel echt heel erg groot. Dus dat vind ik wel fijn. Het is gewoon zo'n wittig ietsje. En het is ook voor de handen. Het ruikt heel lekker. Het ruikt een beetje naar citroengeur. Als je daarvan houdt, dan vind je echt dat hij lekker ruikt. Hij smeert ook lekker uit. Ja, I like it. Ik vind het ook fijn dat hij niet helemaal zo wit uitsmeert. Sommige crèmes smeren zo wit uit. En dan moet je best wel lang smeren voordat het wit weggaat. Maar dat doet hij niet. I like it. Hij voelt ook een beetje wat dikker aan. Dus dan heb ik altijd het gevoel dat hij echt goed werkt. Ik weet niet of dat zo is, maar dat gevoel heb ik dan. Ja, heel fijn deze ook weer. Het volgende is accessoire. Van My Jewelry heb ik de Satin Crunchy. Dit is dus gewoon zo'n roze crunchy elastiek. En er staat geen prijs bij. Wel full size, maar ja, het is een elastiek. En er staat bij extra cadeau van ons aan jou. Dus dit is het extra product in de box. Super leuk voor in een staartje. Want ik heb nou hier een staartje in. Dus ik ga hem gewoon daar omheen doen. Is dit niet te cute? Oh my god, I like it. Heel cute dit. Dan ga ik weer verder met een skincare product. Van Huygens heb ik de Verveen Huygens Body Scrub. Winkelwaarde is 25 euro voor 250 ml. Ik weet niet zo goed hoe je die naam uitspreekt, maar ik heb mijn best gedaan. Dit is dus een body scrub. Ook weer toppie, want ik scrub altijd mijn hele lichaam vlak voordat ik ga zelf bruinen. Dus, en die ik heb is van de Ethos en die is bijna op en ik vind hem ook niet eens zo heel goed. Dus ik ben hier heel happy mee. Even kijken, het is dus 25 euro voor 250 ml. Oftewel, wij hebben niet de full size, wij hebben 100 ml. Maar ook dit flesje is best wel groot, dus dit gaat echt wel eventjes mee. Dus ook hier ben ik heel blij mee. Deze kan ik dus nou obvious niet gebruiken. Het laatste is ook iets waar ik heel enthousiast over ben, want het is weer een make-up product. Van Pixi heb ik de She Butter Lip Balm en de winkelwaarde is 10,50 euro en wij hebben full size. Ik ben altijd heel blij met lip balmpjes. Dit is de kleur. Ik vind Pixi ook echt een heel fijn merk. Oké, hij geeft wel echt kleur af, dus het is niet zo'n balmpje die geen kleur afgeeft. Dit is de kleur Natural Rose. Ik krijg van Pixi altijd PR, dus ze sturen mij altijd hun producten op en ik vind het meeste altijd heel erg fijn. Ook hun skincare vind ik fijn, maar ik heb nog geen lipbalmpje van hun. She Butter lipbalmpje. En we hebben de full size, dus ik ga even dit eraf halen. Ik weet ook niet of het expres is gedaan, maar alle kleuren van alle producten in de box die je kunt aanbrengen, die matchen allemaal met elkaar. De blush is roze, deze is roze, dit is een beetje roze, dus dat vind ik wel leuk gedaan. Ik weet niet of het expres is gedaan, maar ja. Heel mooi. Het valt helemaal niet echt op. De kleur leek heftiger toen ik hem swatchte. Maar je ziet hem wel. Maar het is een beetje my lips but better. Dus alsof het gewoon mijn echte lipkleur is. Maar dan gewoon ietsje feller, ietsje mooier. Hij is ook heel fijn. Ja, toppie. Ook hier ben ik blij mee. Oh mijn god, ik ben zo blij met de box van vandaag. Oké, dat waren alle producten. De box is helemaal leeg. Wat ik dan ook altijd doe, is de bedragen bij elkaar optellen om te zien hoeveel winst we hebben gemaakt. Dus je hebt 20 euro betaald voor de box. En dan ga ik eventjes zien hoeveel je zou betalen als je elk product gewoon bij de winkel zou halen. Ik tel de scrunchie niet mee. Er stond ook geen prijs bij. En het is gewoon iets extra's. Dus die doen we er even niet bij, maar de rest wel. Als iets niet full size is, dan halveer ik de prijs ook echt. Want ja, anders is het gewoon niet fair, vind ik. Ik ga beginnen met de hand- en body lotion. Die is dus 25 euro voor 250 ml. Wij krijgen 100 ml. Dus laat ik het gewoon even grofweg halveren. En dan wordt het 12,50 euro. Oh nee, mensen die ik net liet zien was de scrub. Dit is de hand- en body lotion. Die is 29 euro voor 300 ml. Wij krijgen, hoe was het ook alweer? 80 ml. Dat past er ongeveer 3 keer in. Ook weer eventjes grof afgerond. Dus 29, dat bedrag gaan we door 3 delen. En dan wordt het 9,60 euro. Ik ga het afronden gewoon naar 10 euro. Dan komt de blush. Die is gewoon full size 19 euro. De blushkwast is ook full size. Die is 16 euro. En als laatste de Pixi lipbalm. Die is full size 10,50 euro.
Dan komen we uit op een bedrag van 68 euro. Oh my god. Dan haal ik even de 20 ervan af. Dus je hebt een winst van 48 euro. Nou, dat is echt weer toppie. En nog een extra scrunchie erbij. Vind ik ook echt heel erg leuk. Weet je waar ik nu op lijk? Ik lijk op die vrouwen van in de jaren 80 en zo. Die hadden ook zo van die krullen en dan zo die scrunchies en zo. In ieder geval mensen, ik ben weer super enthousiast over de box. Ik ben niet bij elke box zo enthousiast. Vooral wanneer er lekker veel make-up in zit. Dan ben ik altijd extra enthousiast. Maar ik vind de box echt weer leuk. Een blush heb je, lipbalmpje, blushquast en twee skincare producten. Een scrunchie, ja, ik vind het echt absoluut waard. Ik heb het al vaker gezegd, ik zou deze video's überhaupt niet doen als ik de boxen het niet waard vond. En ik was al een jaar geabonneerd op hun voordat ik überhaupt met hun ging samenwerken. Dus dit is echt iets waar ik echt enthousiast over ben en I love it. En ik hoop dat jullie ook weer heel happy zijn met de box. Laat me weten wat je vindt van alle producten en van de video. Vergeet ook niet, als je dus wilt abonneren, beneden staat het linkje en dan kun je gewoon makkelijk abonneren. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook het gaan bekijken en mijn gezicht hier om makkelijk gratis te kunnen abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te missen en dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei doei!